Vandaag praten we met Bram Reens. Bram Reens is 93 jaar. Het grootste deel van zijn leven in Amsterdam gewoond. Het allergrootste deel. Hij heeft er heel veel herinneringen aan. En het is leuk om dit gesprek met hem te hebben. Niet alleen omdat hij zo lang in Amsterdam heeft gewoond. Maar ook omdat hij heel veel heeft gedaan aan alle mogelijke momenten. En bij alle mogelijke organisaties aan vrijwilligerswerk. En in dit jaar van het internationale jaar van de vrijwilligers is het misschien ook wel heel aardig om daar ook nog eventjes op terug te komen. Bram, kun je beginnen met jezelf iets over jezelf te vertellen? Ja, laat ik maar beginnen met mezelf, hè. Ik ben geboren in Keulen in januari 1908. Dat is bijna een eeuw geleden, hoor. Wel vreselijk lang. Hoe ik daar terecht kwam, zou je zeggen, hoe kom je nou in Keulen terecht? Dat komt zo, mijn ouders waren Nederlanders, maar mijn vader kon daar beter zijn boterham verdienen. En die is toen direct na zijn trouwen naar Keulen gegaan. Zodoende ben ik daar geboren en ben er ook nog op school geweest. Tot einde 1916. Toen was de Eerste Wereldoorlog al aan de gang en Nederlanders die hadden dat toch niet zo best. Maar die konden weer vertrekken omdat ze een andere nationaliteit hadden. En die zijn toen naar Nederland gekomen, einde 1916. Dat was toen niet zo makkelijk, want huisvesting, ja, dat kon er niet vanaf. We woonden bij familie, verdeeld over Amsterdam, gedeeld bij mijn moeders familie, gedeeld bij mijn vaders familie. En zo zijn we de oorlog doorgekomen en hebben toen een noodwoning gekregen in Amsterdam-Noord. Dat is dus het allereerste begin van mijn, zal ik zeggen, 10, 12 jaar dat ik in Amsterdam was. En dan begint het leven als het ware van jongen die probeert ook zijn weg te vinden in de buurt waar hij woont. Die buurt was heel gek, bijna afgesloten. Dat was in Amsterdam-Noord, nu is het allemaal het terrein van de Shell. Maar het was ook wel leuk, want we hadden veel vrijheid. We gingen met de groentekar, nee, de groentekar was het niet, vergis me, het was de Schilleman. En daar kochten we mee met het paard en wagen. Dat vonden we natuurlijk heel prachtig, hè? Als jongen van 10, 12 jaar met een schillenkar, met het paard verzorgen en daar overal naartoe gaan. Dat heeft zo geduurd tot de woningen in de Van der Pekbuurt gebouwd zijn. Die zijn er gekomen in 1918. En daar zijn we verhuisd. Na 2 jaar in die noodwoningen gewoond te hebben, zijn we in de Van der Pekbuurt gekomen. En daar hebben we gewoond tot mijn trouwen. En dat was in 1934. Dus ik heb er een behoorlijke tijd gewoond. Die woningen die staan er nog allemaal in Amsterdam-Noord. Het is een beetje antieke buurt. Maar er was een grote winkelstraat, de Van der Pekstraat, met grote winkels. En langzamerhand is ook die buurt toch wel enigszins verarmd. De winkels die zijn wel grotendeels weg. Mensen gaan makkelijk naar de stad toe. En zodoende is dit tijdstip ook weer voorbij gegaan. Hartstikke goed. Bram, wij kennen elkaar uit de Watergraafsmeer. Ja. Dat is alweer wat later, dan hebben we het over 1975 of zoiets. Ja. Want daar woonde je met je vrouw en daar was je ook heel erg actief. Kun je daar wat over vertellen? In die tijd, toen kwam ik bij de wijkpost voor ouderen aan de Watergraafsmeer. Dat was, meen ik, dat ik daar iets voor zou doen. En ik wat vrije tijd had en ik vond wel goed dat ik die vrije tijd op een manier besteedde dat er een ander ook nog deugd aan had. Ik was gezond genoeg en werken was afgelopen, dus zo kwam ik daar terecht. En
de vergaderingen waren dichtbij de wijkpost voor ouderen. Daar tegenover, geloof ik. Als ik het goed in mijn hoofd heb nog. Het is zo lang geleden. Dus als ik iets niet heel precies weet, wees niet boos op mij. Dat kan gebeuren. En zodoende kwam ik bij Lisbeth van Aarsen. En daar hebben we toen contact mee gehouden. En dat heeft vele jaren geduurd. Tot zelfs op de huidige dag nog altijd goede vrienden zijn. Maar wat hield dat dan in? Wat deed je allemaal in de Watergraafsmeer? In de Watergraafsmeer is toen gekomen dat we wat voor ouderen zouden doen. En dat is toen opgezet. En met veel spul en moeite. En daar kwamen we natuurlijk, omdat we wat moesten weten over ouderen, het beste bij de wijkpost voor ouderen waar Lisbeth werkte, die daar het hoofd van was. En die kon ons wel vertellen wat er moest gebeuren. En zodoende is er langzamerhand later nog zelfs een café gekomen waar de mensen warme maaltijd konden gebruiken. Maar ik moet even goed denken hoe dat allemaal gelopen is. Want dat is een beetje moeilijk nog, omdat dat zo lang geleden is. Dat de dingen waar je het nu over hebt, die waren in de Watergraafsmeer. Ja. En daar was je ook nog actief vanuit de Partij van de Arbeid, volgens mij. Maar ook stedelijk, en vooral nu we hier op Kleurnet zijn, is het wel leuk om te vertellen dat jij ook actief bent geweest, onder andere bij Radio Stad, bij het maken van een pagina voor oudere Amsterdammers die nog steeds bestaat. Kun je daar wat over vertellen? Oh ja, toen hebben we geprobeerd, dat is toen gelukt, in het Amsterdamse Stadsblad, dat heette niet zo. Hoe weet jij de naam nog, Lisbeth? Volgens mij was het wel Amsterdamse Stadsblad. Daarvoor was het Wieringsweekblad, maar dat is wel heel lang geleden. Wieringsweekblad, daarnaast Amsterdamse Stadsblad. Daar kwamen we toen een hele pagina, eens per maand, mochten we daarin gebruiken. En daar hadden we een redacteur bij, een beroepsjournalist en een aantal vrije mensen die dan uit eigen beweging daarin hun gedachten gaven en ook opmerkten wat er voor slechts was voor de ouderen in Amsterdam. Langzamerhand heeft dat toch wel wat geholpen, maar de gemeente vond die hele pagina te duur en toen kregen we later een halve pagina met veel spul en moeite, want ze wouden ons alles afnemen. Maar we hebben een halve pagina kunnen houden. En daar kunnen we nog altijd, en dat gebeurt nog steeds, berichten speciaal voor ouderen opnemen en vragen wat de wensen zijn en wat zij kunnen doen en welke mogelijkheden er zijn omdat zij zich kunnen ontwikkelen, laat ik het zo zeggen. En kun je ook nog iets vertellen over die Radio Stad jaren? Ja, ik zal even mijn keel spoelen. Spoel jij even je keel. Zo. Ja, er is toen ook Radio Stad gekomen en daar is door ons aan meegewerkt. Wij maakten toen ook opname daarvoor en we hielpen daarbij eens in de maand door Amsterdam heen met de kar van de radio hier en overal daar een opname te maken om de ouderen te laten zien wat voor mogelijkheden er waren en wat ze konden doen om dat goed te doen en wat het voor nut had ook. Dat heeft een groot aantal jaren geduurd. Later is dat weer, zoals het met die radioprogramma's gaat, dan houdt het een keer op. Bram, kun je ook wat concrete voorbeelden geven van waar die programma's dan over gingen? Ja, dan moet ik even goed denken waar die programma's over gingen. Dat is, we zijn geweest wel eens in het Oude Liedengesticht in de Roeterstraat, waar we met de mensen gesproken hebben en ook de andere burgers in Amsterdam konden laten zien hoe de ouderen leefden in deze inrichtingen. Want dat waren het uiteindelijk. Ze waren wel veranderd na honderden jaren, maar ze hadden toch een behoorlijke stijl en ze zagen er heel knap uit. Dat was een van de dingen. Ook in de bibliotheek zijn we geweest,
op het Roelof Hartplein. Daar was wat daar gebeurde, hoe ze boeken konden ruilen en welke boeken er waren, konden wat over vertellen. En eens even kijken, wat is er nog meer geweest? Er waren ook wel wat actuele onderwerpen, hè? Van wintergladheid en dan de hele nacht aan de telefoon zitten. Aan de telefoon, wat er voor mogelijkheden waren, dat je moest opletten, als ouderen vooral, dat je niet kon vallen. Maar of er altijd gehoor aan gegeven is, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. In ieder geval werden de ouderen gewaarschuwd, denk erom, gladde wegen, je kunt vallen en je benen breken. Bram, hoe komt het nou eigenlijk dat jij vooral zo'n belangstelling had voor dat soort dingen? Dus de wijkkrant heb je ook nog opgezet in de Watergraafsmeer. Ja. De ouderenpagina, Radio Stadprogramma, speciaal voor oudere Amsterdammers. Hoe komt het nou dat je juist dat soort communicatieachtige activiteiten... Heeft het iets te maken met je werkervaring in Amsterdam? Had er een relatie mee? Of? Nee, met mijn werkervaring niet. Ik heb de laatste jaren gewerkt bij het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen. Dus een werkgeversorganisatie. Waar ik dus geen direct contact had of überhaupt geen contact had met ouderen. Later ben ik met pensioen gegaan. En op welke wijze, ik weet het niet meer, ben ik daar toch ingerold. Ik denk door contacten met anderen die gezegd hebben, jongen, dat is wat voor jou wel. En van het een is het ander gekomen en is die basis breder geworden. En hebben gewerkt voor ouderen zoveel mogelijk was om te kijken waarmee we ze konden helpen. Bram, de multiculturele samenleving, daar wordt veel over gesproken de laatste tijd. Jij bent uit een andere tijd en je bent nu ook nog bij de tijd, maar ik zou zo graag eens willen weten, wat zijn jouw herinneringen als ik tegen jou zeg multiculturaliteit en dan denk ik aan jouw jeugd in Amsterdam-Noord, later in de rivierenbuurt, wat kun je daar nog van herinneren? Ja, daar kan ik nog zeker iets van herinneren. Ik heb meegemaakt in de klas, in de lagere school was dat, dat een onderwijzer, was nog een Joodse jongen in de klas, ik hoorde er ook bij, maar die dan heel denigrerend zei, Mosi, kom eens voor de klas. Op die manier, om die jongen te krenken. Het was een keurige jongen, heel gewoon arbeidersgezin. En ik vond dat wel heel erg en ik vertelde dat thuis, mijn moeder. En die moeder kende nogal goed de wethouder van onderwijs, Boekman was dat toen. Ik zal wel naar Manus toe gaan, want thuis werd altijd de voornaam gebruikt, omdat ze kenden elkaar uit hun jeugd al. En die is er naartoe gegaan en heeft dat verteld. Daarna is dat natuurlijk rustig gebleven en nooit meer iets over gehoord. Dat is in mijn jeugd geweest voor 12, 13 jaar. In die tijd is misschien ook wel leuk om te vertellen, heb ik leren zwemmen. Ja, een zwembad, er was wel een zwembad, eentje Obelt, maar dat was op de Ruiterkade, later in Noord gekomen. Maar er was een drijvend zwembad. Daar was een vloer in, dat lag in het IJ, dat is een gemeentezwembad. En daar kon je leren zwemmen, aan de hengel hoor. Aan de hengel, dat was dan een dikke stok. Met een touw eraan en een brede riem die je om je borst heen vastmaakte. En zo leerde je zwemmen. Slagklaar, netjes oefeningen doen. Hoe je dat om de zwemslag goed meester te krijgen. Zo heb ik leren zwemmen en zo heb ik een zwemdiploma gehaald. Maar Bram, het waren allemaal witte kindertjes, of niet? Allemaal witte kindertjes. Bruine kinderen bestonden toen niet. Ja, op plaatjes zag je ze wel, maar voor de rest niet. Want het verkeer was ook nog niet zo. Want dat is nota bene, even kijken, meer dan 80 jaar geleden dat dit gebeurde. En daar kenden we geen vreemdelingen. We kenden geen negers. Oh ja, één neger kenden we. Die woonde in de Laanweg in Noord.
En dat was onze neger. Dat vonden we heel prachtig als jongens. Dat er één neger in Amsterdam woonde in de buurt. Ik woonde in Amsterdam-Noord. En dat wil ik toch wel even benadrukken nog. Want Noord was als het ware een afgescheiden stadsdeel. De pont was daartussen. En je moest dus altijd om naar de stad toe te komen met de pont over. Er was ook alleen maar lagere school. Er waren geen middelbare scholen. Niks van dat was er. En dat was voor de kinderen die dan wat verder onderwijs moesten hebben moeilijk. Want die moesten altijd met de pont over, met de tram of lopen of fietsen. Fietsen was toen ook geen pretje, want de straten waren uit die hele mooie, dikke Zweedse keien met hobbels. En daar hobbelde je inderdaad overheen met de nodige fractuur aan je fiets. Zadelpennen braken, vorken braken. Dat was heel gewoon in die tijd, wat nu bijna zelden gebeurt. Bram, 2 Joodse jongens, 1 neger, Amsterdam-Noord. Ja. Later ging je naar de rivierbuurt. Hoe was het daar? Ja, later zijn er wel wat meer Joodse jongens bijgekomen. Die woonden dan in Tuindorp Ozaan. Daar woonden een paar, onder andere die schrijver, hoe heette die weer? Hij heeft nog geschreven, zijn naam vergeten. Misschien weet u de naam wel. En die was daar ook op school. En daar waren een Joodse school met 1 onderwijzeres en een onderwijzer. Die gaven daar les, Joodse les. Ik denk niet dat het veel resultaten heeft gehad. Want het was toch maar van een blaadje aflezen. En echt onderwijs, nou, dat was het ook niet meer. En de rivierenbuurt, daar ging je wonen? De rivierenbuurt, dat was weer een andere tijd. En daar weet ik niet hoe de scholen waren. Want toen was ik getrouwd in 1934. En dat maar was ook een behoorlijk witte buurt, hè? Dat was een totaal witte buurt. Buurten met kleurlingen, die bestonden toen in die tijd niet, in de dertiger jaren. Want wat men wel kende, was wat Chinezen. Die woonden toen in de Binnenbantammerstraat. Later liepen die Chinezen met een soort trommel, een broodtrommel leek het wel, en daar verkochten ze dan pinda's mee. Pakjes met pinda's. En dat was omdat die Chinezen, die werkten toen bij de stoomvaartmaatschappij Nederland. Het was zo'n crisis geworden. Die waren ontslagen en die woonden toen grotendeels in de Binnenbantammerstraat. Daar waren veel logies voor Chinezen. En er waren wat Chinese restaurants. Ook nu ik het over restaurants heb, is het toch wel even aardig. Ik had mijn vrienden, jongens, op een zondagmiddag, we zullen bij de Chinezen een kopje thee drinken. Wij naar binnen en wou we dat erbij hebben. Ja, zei ze, lust u dat wel? Want het is iets heel anders als u gewend bent. Dat vonden we wel leuk, waar met hem. Maar dat komt in, later is dat veranderd. Dan ging men over bij de Chinees eten. Maar het heeft toch vrij lange tijd geduurd voordat dat een beetje aantrekkelijk was voor de Nederlander. Je woont nu al een paar jaar niet meer in Amsterdam. Maar je hebt nog wel, je kent Amsterdam toch nu wel als een multiculturele stad. Wat vind je daarvan? Hoe kijk je daar nu tegenaan vergeleken met Amsterdam in jouw jeugd? Ja, Amsterdam multiculturele stad, omdat dat langzamerhand groeit, men steeds meer buitenlanders ziet, Chinezen, Afrikanen, weet ik veel waar vandaan, raakt men daaraan gewend en vindt men dat niet vreemd meer. Men vindt dit nu bij de stad horen en iedereen doet zo en men gaat gewoon met die mensen om. Ik geloof niet dat er haat en nijd is. Misschien natuurlijk wel mensen zeggen, ja, wat moeten die lui hier doen? Die eten mijn brood op, maar aangezien er geen werkloosheid meer is, is dat ook een stuk minder geworden.
Ja. Kun je iets vertellen van hoe je daar terecht kwam en vooral ook hoe je betrokkenheid is geweest met de Grafische Vakbond? Ja, dat is wel leuk, want dat, ik was het eerst even kwijt, moest even goed denken en toen kwam het te boven. Wat gebeurde er? Ik heb gewerkt, heel gek, bij S.I. de Vries in de Warmoestraat. Dat was een manufactuur, een groothandel, ook detail wel. En daar moest ik op een zaterdag op 1 mei overwerken. Ik zeg, dat vertik ik. Het was helemaal niet nodig, maar dat zagen we wel. Maar dat hoorde erbij, dat leek wat. Die directie die vond dat prachtig als de mensen werkten. Werken, 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 dat vonden ze prachtig. Het was zelfs zo, als we moesten overwerken en we woonden dichtbij, dan kregen we geen tramgeld, maar woonden we wat verder af, dan kregen we een dubbeltje voor de tram. Ja, dat was in de goede tijd, hoor. Toen werd ik op die 1 meidag werd ik ontslagen. Er was nog een bedrijfsleider en die zei, ik wil voor u vragen dat u mag blijven. Ik zei, nee, doe je best maar niet, laat maar gaan. Een paar weken later werd die goede man ook ontslagen. Toen ingeschreven aan de arbeidsbeurs, ja, je moest wat doen, hè. En toen heb ik een aantal weken, een aantal maanden toch geen werk gehad. Wat ik in die tijd precies deed, weet ik niet meer. Dat is me ontgaan. En toen kreeg ik een baantje aangeboden bij het volk. Niet het vrije volk, maar het volk heette er toen nog. Die begonnen toen uit te breiden. Daar kwam een ochtendblad bij. Dus dan kreeg je 2 keer per dag een krant. Kennen we niet meer. 'S Ochtends een krant en 's avonds een krant. En daar ben ik toen terechtgekomen. Ik wist van het hele vak als zodanig niks af. Het was ook administratief werk voor de abonnees. En dat liep toen dat 1 keer op stel klaar was en die ochtendblad ook draaide. Ja, toen was het personeel niet meer nodig en dat werd toen ontslagen. Het was in die tijd ook, ik was 18 of 19, weet ik niet precies meer, 19 denk ik, dat er iemand langskwam van de SDAP en die zegt, die kwam dan zegeltjes brengen bij de collega's. Zegt, moet je ook geen lid worden? Nou ja, ik zei, ja, moet ik eens even overdenken hoor. Nou, de volgende keer zei, ja, is goed. Toen heeft hij me ook ingeschreven als lid van de SDAP. Dat was dus heel lang geleden. Hoe lang? Even kijken. 29 in die geest. Dus dat is wel een aantal jaren geleden. Maar dat liep af, dat werk, en dat zoals ik al vertelde. En toen naar de arbeidsbeurs, en toen kreeg ik een keer een oproep. Ja, ik was werkzaam geweest in het grafisch bedrijf. Was ik helemaal niet, want dat was maar administratief werk. En bij de Van Munster op de Haarlemmerweg, naast Boldood. Die zaak moest, alles is weg al daar. En daar kon ik dan komen. Ik wist van het hele vak niks af. Ik wist niet van het vel papier, van gematen, niks, niemand al af. Maar men heeft mij daar goed ontvangen. En ik heb daar inderdaad het vak geleerd. Over papier, over letters enzovoort. Ik denk, ja, daar moet ik toch wat meer van weten. En toen ben ik naar de grafische school gegaan en heb leren letterzetten. De oude letter nog, wordt ook niet meer gebruikt, is alweer verdwenen. En zodoende heb ik dat vak en toen ben ik doorgegaan voor calculator. Ook op de grafische school kon dat en dan konden we daar cursussen volgen voor calculator. Dat betekende dat je leerde berekenen wat grafisch drukwerk moest opleveren. En dat was aan strenge eisen gebonden, want men was niet vies om elkaar het werk af te nemen tegen te lage prijzen. En zo ben ik in het grafisch vak terecht gebleven. En toen ben ik later
had ik een vriend van me, die was ingenieur geworden. En die zei, ik ga naar Den Haag toe. Ik zei, dan ga ik met je mee, we waren goede vrienden van jongs af aan. En ik naar Den Haag toe, bij de staatsdrukkerij. En daar heb ik poos gewerkt. Maar toen ik er één keer zat, ging zijn baan niet door. Dus toen zat ik in mijn eentje in Den Haag. En toen ben ik toch weer teruggegaan naar Amsterdam. Kon ik daar toch weer een baan krijgen. En bij wie was dat? Bij Van Munster, op de Haarlemmerweg. En daar heb ik een aantal jaren gewerkt. En op welk moment vond je het nou nodig om actief te worden bij de vakbond? En hoe gebeurde dat, actief bij de vakbond? Je meld aangemeld bij de vakbond. Later werd dat de Grafische Bond. En ja, we hebben wat mensen nodig. De bestuurders zeiden, wil je wat doen? En zodoende ben je in dat werk ingeraakt en heb toen later werk voor de Grafische Bond gedaan. Zover zelfs dat ik later, na 45 is dat alweer geweest, tot in het bestuur kwam van de afdeling Amsterdam. En waar zat dat toen de tijd? Dat zat in de tijd in de Albert-Denktijnstraat. Ik weet het nog toevallig te herinneren dat ik die straat nog herinner. Maar die mensen, die zijn grotendeels ook alweer, die toen bestuurder waren, zijn grotendeels ook alweer verdwenen. Ik was toen een stuk jonger en het was wel leuk om met die mensen te werken. En ze ook wat kon offreren van het werk wat ik kende, hoe dat ging met de prijzen. Dat vonden ze wel interessant en zodoende is die band goed gebleven en kwamen ook betere verbeteringen aan tussen hun en mij en ook over het werk voor het Grafische Bond. Begon toen eigenlijk ook jouw belangstelling voor politiek en voor belangenbehartiging in het algemeen? Want je bent later ook in de oudere bonden, bij de ANBO en COSPO. Ja, oudere bonden, daar ben ik vast heel laat aan begonnen. Toen ik feitelijk ophield met werken, dat was in de 70. Want ik had toen nog, nadat ik ontslagen werd, ik was 65 geweest, al ruim een half jaar later, want ze vroeg of ik nog bleef werken. En toen ben ik weggegaan, maar toen vroeg de bedrijfsleider daar, wil je niet nog voor mijn zoon wat doen, want die heeft wat hulp nodig. En die had een drukkerij op de Kost Verloren Vaart. En ik nam toe in een gesprek. En toen heb ik er nog 7 jaar... 2 à 3 dagen in de week bij hem gewerkt. Ik kende de klanten kenden mij, dus dat was wel leuk werk. En daar deed ik dan de calculatie, de inkoop voor hem. En dat tot ik, zeg ze zo, 72, ik stop ermee. En toen kwam ik de oudere bonden tegen. Nou, en toen kwam ik ook bij Liesbeth terecht. Ja, ze vond dat misschien niet aardig in dat tijd, ik weet het niet. Denk ze, wat doet die vent daar bij mij? Ik als jonge meid, hoe oud was je toen? 28? Zou kunnen, ja, ongeveer. Wel, dat zou ongeveer kloppen, hè? Was dan een jonge blijd. En ik al wat ouder, want ik was al in de 70 geweest, hè? En dat is toen toch doorgegaan. En toen kwam ik toch terecht in de oudere bond en toen van de ene ander, toen belde iemand op. Ik geloof Lena Lopez-Diaz. Ja, jij bent al bekend en we hebben een secretaris nodig voor het COSPO. Het COSPO was de overkoepelende organisatie van alle oudere bonden in Amsterdam, die dan ook contact had met het gemeentebestuur. Ik zei, god, ik weet er niet van. Nou, kom eens met me praten. Ze woonde toen op Tuindorp Ossaan, geloof ik. Ik weet het niet meer. En toen hebben we gepraat. Ze zei, dat is goed. Jij kan wel dat baantje krijgen. Zeker dat baantje. Nou, dat kan je best wel. En zo ben ik in het oudere werk op mijn 72e jaar ingeraakt. En heb dat vrij lange tijd voortgezet. Lena Lopez-Diaz zat ook in de gemeenteraad van Amsterdam. Ja. En er zijn nog wel wat van die mensen uit jouw tijd die bekend zijn, hè? Waaronder Edwin Rottenberg, ja. Vader van Felix.
En misschien nog wat anderen? Ja, Felix Rottenberg. De naam is waarschijnlijk wel bekend in Amsterdam. Maar die kende ik grotendeels van de roeivereniging van Poseidon. Dat is wel aardig. Het was na 45. Ik denk, ik moet toch weer eens wat aan sport doen. Anders word ik helemaal stijf. En ja, die andere roeiverenigingen, vooral na 45, moeten niet zo'n roeivereniging als De Hoop. De Joodse leden, die verbannen ze daar, die moeten ze niet hebben. Bleek later af, lui zei, dat is helemaal niet waar. Maar ik sta voor de waarheid niet in. En toen ben ik lid geworden van Poseidon. En daar heb ik jarenlang, tot mijn 70ste geloof ik, regelmatig geroeid. En Rottenberg leren kennen. In het bestuur gezeten en de materiaal verzorgd met de bootsman samen. En Rottenberg leren kennen. En Rottenberg leren kennen, want die was ook lid geworden en die is later zelfs voorzitter geworden een hele tijd. Bram, het is nu alweer 8 jaar geleden, geloof ik. Ja, 8 jaar geleden. In november was het 8 jaar. Dat je ging verhuizen? Dat we gingen verhuizen. Van Amsterdam naar Amersfoort. Van Amersfoort. Hoe ging dat? Ja, oorspronkelijk was niet direct ons plan om te verhuizen. Maar we werden alle twee ouder. Mijn vrouw was iets ouder nog dan ik. En toen zei mijn dochter, die woonde al 15 in Hoogland, dat is een deeltje van Amersfoort, wat dat dichtbij ligt waar we nu wonen. En die zeggen, jullie moeten toch proberen wat dichterbij te komen wonen. Als er iets misgaat, dan kan ik direct bij jullie zijn. En dat kan niet als je in Amsterdam woont, want dan ben ik toch een hele tijd onderweg. Nou, meid, je hebt gelijk. Maar uit het oog, maar niet uit het hart. Amsterdam. Nee, Amsterdam blijft natuurlijk altijd trekken. Je hebt er zo tientallen jaren gewoond dat je de stad toch niet vergeet. En je nu in Amersfoort weer in een buitendeel zit van de stad Amersfoort. Waardoor je toch het directe contact met de stad misschien niet zo hebt als het in Amsterdam had. Ja, want hier heb je de Dappermarkt of de Albert Kuip. Ja, hier natuurlijk. Je gaat naar de markt. Iedere dag kan je naar de Albert Kuip gaan, naar de Dappermarkt. Dat ken je in Amersfoort niet. Er is wel een markt. Op vrijdag en zaterdagmorgen is er een markt. En dan is er ook nog een vismarkt met 5 visstalletjes. Die alleen op vrijdagmorgen is. Maar je volgt nog wel wat er in Amsterdam gebeurt. Je leest het Parool. Ik lees het Parool. Ik wil nog graag weten. Dit is per slotverrekening de hoofdstad nog altijd van het land. De geschiedenis van het land wordt gedeeltelijk daar geschreven. Tussen aanhalingstekens. Maar dat ben dan toch wel de belangrijke zaken van het land dat toch als eerste opneemt. Maar ook van jouw leven? Ook van mij natuurlijk. Dus dan weet je toch wel wat dat te doen is. Je kijkt toch, als je de krant 's avonds inkijkt, even kijken wat er in Amsterdam gebeurd is. Je leest de verschillende artikelen van de journalisten die over Amsterdam schrijven. Dat wil je toch graag even bijhouden. En hoe gaat het dan nu in Amsterdam, vind jij? Nou, in Amsterdam een beetje moeilijker gezins de tijd, 8 jaar... Je ziet allemaal nieuwe mensen in het gemeentebestuur waar je van geen een van kent. Het is totaal een omweer, wat de Duitsers noemen, een omwerping aller werten. Dat is wel een Duits woord, maar mag wel in dit geval eventjes gebruikt worden. Maar ja, je moet toch proberen dan in een stad, als je daar woont, proberen daar ook in mee te draaien, laat ik het zo zeggen. En dat is dan omdat je aan de buitenkant woont misschien een beetje eenvoudiger, dat je niet zo deelneemt aan alle mogelijke dingen, dat is wel waar. Je vergeet toch wel een beetje, klein beetje je oude stad Amsterdam, raak je een beetje kwijt, terwijl je in wezen toch wel graag zou houden. Maar er zijn niet echt dingen waarvan je zegt, dat gaat nu helemaal niet goed in Amsterdam. Nee, dat is ook moeilijk om te zeggen, het gaat niet goed meer in Amsterdam.
Wat weet je daar per slotverrekening van? Je komt af en toe natuurlijk naar Amsterdam toe, bekijkt eens wat, maar weet niet precies overal wat er gebeurt. Dat kun je niet bijhouden. Nee, je bent natuurlijk ook echt iemand die erbij moet zijn. Je moet erbij zijn. Je kunt alleen lezen. Nou ja, dan lees je wel eens dit gebeurt en dat gebeurt. Er een inbraakje geweest en weet ik veel als. Maar toch niet. Er gebeuren ook leuke dingen. Tuurlijk gebeuren er ook leuke dingen. Het zal de laatste zijn die zegt dat geen leuke dingen gebeuren. We zitten op Kleurnet, hè? Dus die wil juist de leuke dingen laten zien van de stad. Ja, die zie ik helaas niet, Kleurnet. Ik zie alleen de provinciale, de Utrechtse zender en Amersfoort wat. Maar voor de rest zie je het algemeen landelijke gemiddelde van de tv. Maar of dat nog allemaal het leuke is, ik geloof het niet. Okay. Ik zou wel wat meer willen zien van Amsterdam, wat er gebeurt. Zoals die bijeenkomsten die daar waren op het Rembrandtplein, daarboven in dat café. Hoe heet dus het café? Weet ik niet meer. Kroon? Wat? De Kroon? De Kroon, ja, dat was toen in de Kroon was dat. Ben ik ook wel geweest in het begin. Maar dat is allemaal over, hè? Bovendien speelt ook een rol dat als je in de 90 bent, dat het ergens dat toegang toch wel wat zwaarder wordt. Dan kun je niet zeggen, oh, ik neem wel een gouden fiets en ik ren daar naartoe. Want als het koud is, 's avonds, denk je, nee, ik blijf maar even rustig thuis zitten. Oké, okay, maar we waren toch vandaag samen een dagje in Amsterdam. Ik ben met veel plezier in Amsterdam geweest. Ik heb weer de stad gezien, ik heb het Damrak gezien, het paleis op de Dam doorgereden. Ik ben in het Tropenmuseum geweest. En dan denk je, jongen, dat mis ik toch wel. Dat je echt er even uit bent en eens wat anders ziet. Je hebt in Amersfoort wel een café, een bioscoop, ach, een bioscoop bij een theatertje. Maar toch niet wat Amsterdam is, dat je zegt, ik kan dus hier daartoe. Wel daartoe zijn dan bioscopen, er is een schouwburg wel. Maar toch niet met die levendigheid en interesse die je hier in Amsterdam kunt vinden. Dat hebben we vandaag goed gemaakt. Vandaag hebben we een heleboel goed gemaakt. En Lisbeth heeft me daar heel erg bij geholpen. Okay. In ieder geval hartstikke fijn dat je hier was. Ik vond het zelf ook heel gezellig om je weer te zien. En de groeten aan Amersfoort en tot heel gauw weer in Amsterdam. Dankjewel Lisbeth. En ik hoop dat de radio het goed opgenomen heeft. En dat de andere Amsterdammers er wat hebben van mijn gepraat. Ik wou zeggen, bijna gelul, dat kun je in Amsterdam wel zeggen. Dankjewel.